door welke schoenen gaan we? Door de Vaporfly 3. Ik heb graag de Alphafly getest, maar ik heb ze nog niet binnen. Dus Vaporfly 3. Iets meer dan 3 uur voor de wedstrijd. En ik ga nog even een Morten mixje maken. Is het plan van vandaag. Ik wil graag onder de 1 uur en 7 minuten proberen te lopen. Dat is 3 minuten 10e kilometer. En erg ambitieus omdat het eigenlijk mijn 15 kilometer PR tijd is. We gaan het zien. Ik ga gewoon beginnen en kijken of het lukt. Het is tenslotte mijn verjaardag, dus misschien geeft dat extra powers. In ieder geval heb ik de laatste trainingen goed doorlopen. Dus ik denk ik ga er gewoon voor. Ik kan altijd bijsturen als ik denk dit gaat veel te hard. Dus 1 uur 7 minuten ongeveer is de pace waar ik op wil gaan lopen. De tijd wat ik wil halen. Dus we gaan het zien en ik neem jullie daarin mee. Let's go. Weet je wie die jarig is? Emiel. Emiel die is jarig. Voordat ik het vergeet, ook nog een beetje protein mee voor na de wedstrijd. Gelijk goed herstellen. Dus we gaan wat protein meenemen. Dan doe ik er gewoon wat water bij na de wedstrijd. Goed herstellen jongens. 2 uur voor de wedstrijd. En we gaan maar richting Den Haag. We wonen niet heel ver weg vandaan Schiedam, dus let's go! We zijn onderweg richting de wedstrijd en ik heb vandaag ontbeten met 2 boterhammen met jam. In totaal heb ik 3 koffie gedronken en ik heb nog 3 witte boterhammen 3 uur voor de wedstrijd gegeten. En een zakje Morten mix voeding genomen. Tijdens de wedstrijd neem ik nog een jelletje. Dat is een beetje wat ik allemaal heb genomen. Dus ik ben benieuwd of het gaat helpen. We zijn in de parkeergarage van de Grote Markt. Dus een klein stukje lopen. Gelukkig gelijk plek. Dus meestal heb ik altijd ruzie met de parkeergarage. Maar nu ging het goed. We zijn nu onderweg naar Run Today Den Haag. We kunnen daar verzamelen en dan kan ik mijn spullen eventjes neerleggen, omkleden en uiteindelijk vanaf daar even inlopen. Dus we gaan nu richting Run Today Den Haag. We zijn er bijna. Zo, ik ben naar de wc voor je. Ben je klaar voor de wedstrijd? Ik ben helemaal klaar voor de wedstrijd. Het is spannend, maar we gaan het zien. Weer is goed, dus ja, we gaan er tegenaan. Leuk dat we met z'n allen kunnen verzamelen hier bij Run Today, dus dat is wel tof. Na een kleine 3 kilometer inlopen was het tijd om naar de start te gaan en te beginnen met de CPC 2024 halve marathon. Ik begon op rij 3, maar kon redelijk snel vooraankomen op de plek waar ik wilde zijn voor mijn tempo. Ik kom de eerste kilometer ongeveer op 3.04 door. Wat eigenlijk iets te vlot is, maar even tempo zoeken in het begin. Al vrij snel zat ik in het groepje met de eerste vrouw. En ik begon door te krijgen dat zij liep op ongeveer 3.10 pace. Dus ik denk, deze groep, die moet ik houden. Dit is een mooi groepje om in te lopen. Dus let's go, laten we bij elkaar blijven. De eerste dame heeft iemand op de motor bij zich. Die geeft de tussentijden en die geeft aan de jongens dat we door moeten lopen. Dus dat is wel grappig. En ik kan het tempo nog redelijk bijhouden. Het voelt nog goed. Ik kan nog echt ontspannen lopen. Dus ik dacht, oké, ik ga de pace proberen vast te houden. Want dit is wel de pace dat ik denk dat ik vol kan houden. Het voelt nog comfortabel. En we lopen nog in een mooie groep. Achter me is alweer een heel groot gat. Dus dit is de groep waar ik het mee ga doen. Ik voel dat ik goed gefocust ben. Ik loop hier een beetje naast de groep. Dus ik dacht, oké, misschien is het handiger om een beetje in de groep te lopen. Dus hier probeer ik een beetje in te voegen, zodat ik wat minder wind tegen heb en we gebruik kunnen maken van elkaar.
We lopen hier ongeveer bij de eerste 5 kilometer punt en die komen we door in 15 minuten en 48 seconden. Wat dus een pace is van 3:10, wat precies het tempo is wat ik hoopte te lopen. Dus dit aanhouden, dan moet het helemaal goed komen. We gaan ervoor. Ik loop er echt nog goed bij. Het voelt heel comfortabel. Dus ik denk, oké, prima. We gaan gewoon goed. Blijf bij deze groep. Deze dame loopt denk ik op dezelfde streeftijd als dat jij loopt. Dus we gaan ervoor. Het kopwerk werd elke keer overgenomen. Dus de groep probeert goed samen te werken. We lopen hier ongeveer op kilometer 6-7. Ik ga aan de kop lopen, zodat ik ook mijn steentje bijdraag aan deze groep. Als iedereen met elkaar samenwerkt, kunnen we uiteindelijk een beter resultaat neerzetten. Ik hoor onderweg echt duizenden aanmoedigingen over dat ze mijn vlog kijken en van alles en nog wat. Dus sowieso hartstikke bedankt daarvoor. Het helpt heel erg. Echt heel tof om dat te horen. Dus super, super, super vet. Probeer dit tempo te houden. Zoals je hoort krijgen we aanmoedigingen van de motor. We moeten dit tempo aanhouden. Het is ook wel een tempo die ik wil aanhouden. En het voelt op zich nog goed. We zitten hier op kilometer 7. Het hoort ook nog goed te voelen. Dus ik kan lekker door. De motors zijn er. Ik zit nog in een groepje. Voor me is echt niemand meer. Dus ze zien heel ver voor me nog iemand lopen. Maar die is niet in de buurt. Achter me weet ik eigenlijk niet. Maar volgens mij was daar ook wel een groot gat. Dus dit is de groep. Hier moet ik het mee doen. We lopen nog goed erbij. En ja, ik kan nog door. Dit moment kon ik me nog goed herinneren. Ik liep een heel stuk voor, dus ik dacht oké, ik ga hem even laten zakken. Ik ga even weer in de groep een beetje achteraan aansluiten en dan pak ik dadelijk weer het kopwerk over. Alleen op het moment dat ik me liet zakken, zag ik gelijk dat er echt een groot gat aan het ontstaan was. En ik wilde eigenlijk wel die dame volgen, dus je ziet nu direct echt een heel groot gat. Dus eigenlijk op het moment dat ik me laat zakken, zakt de rest gelijk eigenlijk mee. En toen dacht ik, dit is niet eigenlijk wat ik bedoelde. En toen moest ik weer aanzetten om eigenlijk de groep weer bij elkaar te krijgen en het gat weer te dichten. Dit was een slechte samenloop van omstandigheden voor mij. Want dit kostte mij wel extra energie om weer een gat te dichten. De jongens lopen weer met me mee. Maar ik hoopte eventjes te kunnen hangen achteraan. Maar wat werd uiteindelijk dus een groter gat dichten dan ik had gehoopt. Uiteindelijk sluit ik weer aan en kunnen we door. Maar helaas, dit was niet gegaan zoals ik hoopte. Na deze straat is Christian me even kwijtgeraakt. Ze komt me later weer tegen, maar ik zal even vertellen hoe het in de tussentijd gegaan was. Ik kwam door op 10 kilometer in 31 minuut 54, wat precies op schema is. De 2 kilometer die daarna komen, kilometer 11 en 12, kon ik nog bijhouden, maar op 13 werd het echt heel erg zwaar. Ik kreeg steken in mijn zij, ik kon het niet meer bijhouden, ik moest de groep laten gaan en op dat moment was het voor mij wel echt nog een hele lange rit. Nou, nu kom ik dus 5 kilometer verder weer aan en jongens, zo liep ik erbij. Dit was dus op kilometer 15 ongeveer en oh, wat had ik een pijn. De geur van de vis rook ik van het strand. Het was echt heel erg zwaar op dit moment en je moet nog echt een flink stuk doorgaan en doorbijten. Ik kwam door op 15 kilometer in 48 minuut 3, wat een 3:12 pace gemiddeld is. Op kilometer 19 komt Christian mij weer tegen en ik zit er zo erg doorheen. Ik heb niemand voor me, ik heb niemand achter me en de kilometers, ik moet er nog 3, maar ik denk echt zo, het is zo super, super, super zwaar. Mijn hartslag voelt zo hoog aan en ik probeer echt nog elke keer ontspanning te zoeken, maar zoals je ziet, het is heel erg zwaar. Ik maak veel geluid, veel herrie, ik ben echt aan het schreeuwen, want oh, de pijn is echt heel erg aanwezig. Kom op, schat, je zijn de laatste kilometers. Hou je pijn, zal ik voorbij. Alleen maar gaan. Ik
zat er zo erg doorheen dat ik gewoon emotioneel werd toen ik de stem hoorde van Chrisja, dat ze er weer was. Het was echt, ik probeerde echt alles nog te geven. Ik probeer ook gewoon ontspanning te zoeken in het lopen, maar elke keer als ik weer een beetje ontspanning heb, heb ik na 30 seconden weer echt gewoon, is het weer zoek. Dus het was echt doorbijten. Op dit moment kom ik een vriend van mij tegen, Tim met de fiets, die gelijk op een fiets springt en met me meegaat tot de finish. Dus die is de hele tijd erbij om mij te supporten. Hij ziet dat ik het erg zwaar heb en hij probeert me ook echt te coachen om de laatste kilometers door te komen. Dit is de rotonde van Madurodam en ja, het is gewoon nu nog eigenlijk gewoon een rechte weg, alleen maar rechtdoor. En uiteindelijk dan één bochtje links nog 100 meter en daar is de finish. Dit is afzien, dit is pijn, dit is echt bijna niet te doen. Ik probeer toch nog de kilometers op een hoog tempo te houden. Maar ik heb het echt heel erg zwaar. Nou, het is ook duidelijk te zien. Ik laat elke keer een beetje mijn hoofd hangen. En dan probeer ik toch weer ontspanning te zoeken en weer terug te komen. Maar ik heb het echt heel erg zwaar. Ik heb vanaf kilometer 10 eigenlijk niet meer gekeken naar de tijd. Dus ik wist hier ook echt niet op welke tijd ik aan het lopen was. Ik was geen enkele ingehaald door iemand. Dus op zich dacht ik, het moet misschien nog wel een mooie tijd worden. Laat ik gewoon alles geven om nog alles eruit te persen. Misschien zit er zelfs nog een PR in. Ik weet wel, die 1.7 gaat hem zeker niet worden. Maar mogelijk toch nog een PR. Ik weet het niet. Eén ding weet ik zeker. Als ik kijk op mijn horloge kan het alleen maar tegenvallen. Dus gewoon blijven lopen en nu proberen alles te geven. En niet in te zakken. Zorg dat je het tempo houdt en doorgaan. Het is nog één weg rechtdoor. Dus come on. Passeren 20 kilometer punt op 1.4.45. En ik dacht, ik moet nog een hele snelle kilometer eruit gooien om onder die 1.8 uit te komen überhaupt. En toen bedacht ik mezelf, er zit ook nog een keer 100 meter extra. Dus dit is niet eens de laatste kilometer, er moet ook nog 100 meter bij. Dus het was even zo van, PR wordt het misschien niet, maar we gaan toch nog even door. Ik wil wel gewoon alles nog geven in deze wedstrijd om toch een mooie tijd te hebben. Ik ben nu zo ver gekomen, nu wil ik ook gewoon alles geven en elke seconde daarvan pakken. Dus ik ga door en ik probeer nog alles te geven in die laatste kilometer. Lekker in mijn laatste meter, schatje! Ik probeer de pijn uit te schakelen, maar alles doet zoveel pijn. Het is echt bizar. Dus je hebt van die wedstrijden dat echt het einde echt verschrikkelijk is. Nou, dat was echt duidelijk deze. Ik heb vanaf kilometer 15 al zo erg moeten strijden dat dit echt alles doet zoveel pijn. Maar het zit er bijna op. Ik ga alles nog even geven, want ik wil toch nog een mooie tijd. Maar het is moeilijk om überhaupt vooruit te komen. Alles doet zoveel pijn. Hier kan je goed zien dat ik vrij alleen bezig was met die laatste kilometers. Er is eigenlijk niemand echt in de buurt. Het was een eenzame tocht tot het einde. En eigenlijk vanaf kilometer 15 was ik al echt helemaal alleen. Je zag daar rechts iemand net aankomen. Die heeft nog een aardige eindsprint gedaan, want er was echt een hele tijd helemaal niemand in zicht. Ik ben natuurlijk aan het einde wel een stukje ingezakt, maar hier kom ik aan voor de laatste, echt de laatste meters van de wedstrijd. Thank you.
ja, het is pijnlijk om naar te kijken. De laatste bocht, ik kan hem zien. 1 keer draaien, 100 meter en dan ben ik er. Eindelijk. Kom op, Emiel! Ik neem een ruime bocht, alsof ik een of andere Formule 1 auto ben. Zo hard ga ik niet meer, maar oké. Dan ga ik de laatste meters richting de finish. Ik zie op de klok dat ik 1.7 niet meer ga halen, dus het wordt 1.8. Ik probeer nog een klein beetje aan te zetten, maar ik denk, het is ook prima zo. Na deze lange, lange, lange leidersweg kom ik aan op 1 uur, 8 minuten en 16 seconden. Wat een pace is van 3.14. Lekker gestorven. Oh, ik ben van start gegaan, man. Ja, dat was toch wel. En hoeveel ben jij geëindigd? 1.18 of zo. Bikkel, man. Ook pijn, protein, jongens, net als Arnold. Ah, wat lekker, over mijn gezicht. Het is gelukt. Het was een pittig race dit keer. Oh, even een klein stukje hier nog uitlopen. Ah, mijn benen, man. Ik voel het wel. Deze moest van diep komen, jongens. Ik heb hem iets te hard gestart, toch? Dus helaas, iets fanatiek. Maar ik weet niet, ik vond het toch wel heel leuk, deze wedstrijd. Uiteindelijk niet mijn doel behaald. Maar wel een hele lekkere wedstrijd. Lekker even uitlopen. En dan lekker richting huis op de bank. 32 euro parkeren. 32 euro. Dit was een dure wedstrijd, schat. Dit en die fiets. Dat verzin je toch niet. Bedankt voor alle support aan de kant, want ik heb jullie zoveel gehoord. Het is echt super tof. Ik heb gehoord, ik kijk je vlogs, ik kijk uit naar je vlog. Succes, Emiel. Dank je wel daarvoor. Dat heeft me toch energie gegeven om toch nog alles te geven, want het was echt heel erg zwaar. Bedankt ook voor het sturen van alle video's. Erg bedankt. Echt top dat jullie aan me denken. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dit was hem, de CPC. Het was een pittige dit keer. Heftige wedstrijd. Het moest echt van ver komen. Maar ik ben wel blij dat ik hem heb gedaan. Op zich toch wel tevreden over de tijd. In totaal 18e geworden. In mijn leeftijdsklasse nu 35 tot 40 volgens mij ben ik dus eerste geworden. Dus dat is wel leuk. Ik ben de jongste van mijn leeftijdsklasse denk ik op die dag. Dus super tof om daar in ieder geval eerst in te worden. Maar het gaat natuurlijk om uiteindelijk totaal 18e. Hele mooie wedstrijd. Op naar de volgende. Subscribe en like als je het leuk vond. Zet even in de comments als je mee hebt gedaan wat jij van de wedstrijd vond. Ik vond het in ieder geval een hartstikke mooie. En op naar de volgende jongens. We gaan naar de marathon. Daar gaat het uiteindelijk om.